Als kok willen we allemaal wel sneller, makkelijker en efficiënter koken. Je komt vaak al handen en tijd tekort in de keuken. Hoe mooi is het dan dat je toch tijd overhoudt voor belangrijke details? Vandaag gaan we je laten zien wat drukgaartechniek voor je kan betekenen in de keuken. Hoi, leuk dat je kijkt naar Skills Masterclass. Mijn naam is Guido Pot, Business Development Manager bij MKN. Mijn naam is Nick Schutten, culinair specialist van Gestel Groot Keukentechniek. Welkom. Vandaag gaan we het dus hebben over drukgaartechniek. Een techniek waardoor je sneller kunt werken zonder kwaliteitsverlies. Ik ga vast beginnen met wat dingen voorbereiden. Guido, zou je ons wat kunnen vertellen over de drukgaartechniek? Wat houdt het in en wat is de theorie erachter? Jazeker. Je moet het zo zien, drukgaartechniek is al een eeuwenoude techniek die we al kennen vanuit grootmoeder. Grootmoeder had het pannetje vroeger al op van huis met die grote fluit hierop. Iedereen herkent dat wel. Dus uiteindelijk is drukgaartechniek niks anders dan de energie die we eigenlijk in die pan stoppen, een hogere druk brengen waardoor we de temperatuur van het water boven de 100 graden kunnen doen. Producten garen doen we door middel van eigenlijk de moleculen te veranderen door hitte. Doordat we hogere temperaturen kunnen hanteren, kunnen we snelle dingen bereiden. We gaan vandaag wat voorbeelden laten zien, Nick. Nick is al met de voorbereidingen bezig om de kruiden al een beetje meer smaak los te krijgen voor de bouillon. We gaan namelijk kipbouillon maken. En iedereen weet wel dat kipbouillon een tijdrovend verhaal is. Doordat je drukgaartechnieken gaat toepassen, kunnen we dus 3 keer sneller werken dan normaal gesproken traditioneel. En dat is eigenlijk wat we allemaal willen. Nou, deze techniek willen we vandaag allemaal laten zien. Leerzaam en leuk om ook te horen de theorie erachter. We gaan nu verder met de bouillon. We gaan nog knoflook fermenteren. We gaan nekken in olie confijten. En we gaan nog groentes onder druk zetten. Graag nemen we jullie mee naar het volgende stuk. We gaan nu starten met de bouillon. Voor drukgaartechniek is het super essentieel dat je de producten allemaal klaar gaat zetten. En we hebben te maken met snelheid. Natuurlijk een techniek, drukgaartechniek, in de grootte van een MKN, dat gaat op maximaal hoge snelheid. Dat versnelt het proces uiteindelijk in je voorbereidingen. Voor een bouillon, in dit geval de kippenbouillon, hebben we de groentes al klaargezet en gaan we nog een aantal kleine essentiële dingen doen. Waaronder het kneuzen van groentes en van het kneuzen van specerijen. En deze gaan we vervolgens aanzetten in de oven, zodat die extra veel smaak krijgt. En die gaan we in het laatste proces van het garen van een bouillon, gaan we die erbij inzetten. Leuk voorbeeld, een jus de veau. In dit geval garen we die vaak en zetten we die vaak op het fornuis. Dat duurt bijna 24 uur. Een jus de veau in dit apparaat is slechts 1 uur en 40 minuten. Dus dat geeft een klein beetje de snelheid aan hoe snel dat apparaat werkt. Alleen bij de bouillon, bij de kippenbouillon, is het essentieel dat we zorgen voor een natuurlijke afbouw. Een natuurlijke afbouw houdt eigenlijk in, als we dat niet doen, dan kan de bouillon bijvoorbeeld blind gaan slaan. Misschien dat Guido daar iets over kan vertellen over de afbouw in een programma. Dan ga ik ondertussen even de groentes kneuzen, de specerij. Wat een drukgaartechniek met het drukafbouw heeft te maken, is dat op het moment dat het product gegaard is, er zuurstof bij komt. Op het moment dat er zuurstof erbij komt, dan zorgt hij ervoor dat eigenlijk de massa gaat koken. Anders krijgt het tegendruk van de druk, krijg je eigenlijk een stille massa. Dus we koken boven de 100 graden, alleen de massa blijft volledig stil. Dat is ook de reden waarom we dus bouillons helder kunnen garen onder druk. En dat is van essentieel belang, dat op het moment dat je de druk afbouwt, via een natuurlijke manier gaat, door de temperatuursdaling. De temperatuursdaling is dan de natuurlijke drukafbouw. Zoals ik in het begin ook al even de specerijen had gebrand op het fornuis in een pannetje, die gaan we er ook bij pakken en die gaan we straks samenvoegen met het geheel. Het geeft een ontzettend mooie geur af en dat zul je straks ook in de bouillon terug gaan proeven. Je opent eigenlijk de specerij door dat goed hard aan te zetten in de pan. Dan denk ik dat wij verder gaan met de bouillon. En we hebben de kip nu nog pinceren in de oven. Misschien dat we die erbij kunnen pakken, ja. Als die al zover is. En dan gaan we de groentes nog even pinceren in de oven. Dus de volgende stap die doen we altijd wat korter dan de kippen zelf uiteraard. Ik zal even plaats maken. De bruining van het pinceren gaat ook weer van invloed zijn op de kleuring van je bouillon of van je jus. Dus wij vinden dit een mooie kleur voor de bouillon. En deze gaan we straks opzetten in koud water en dan gaan we jullie straks allemaal laten zien. Vandaag de kippenbouillon te maken, maken we gebruik van manden. En waarom doen we dat? Nick die komt met een mand aan. Deze manden hangen we namelijk in onze FlexChef, waar we de drukgaartechnieken mee gaan toepassen. En dat geeft aan, op het moment dat de bouillon eigenlijk klaar is,
kunnen we eigenlijk deze boven de FlexiChef hangen, waardoor je dus eigenlijk een uitlek hebt en eigenlijk al alles gepasseerd hebt. We gaan die manden vullen met de gepinceerde gevogelte en gebruneerde mirepoix. En zo kunnen we eigenlijk de manden al vullen met, zodat we eigenlijk heel makkelijk de producten eruit kunnen halen. We gaan de groentes wel op een later moment toevoegen. Waarom? De groentes die zijn op een gegeven moment, en alle smaken zijn eruit. Dus om en nabij de 20 minuten, half uur. Dus die stoppen we in een later proces erbij in. Maar dit is eigenlijk het resultaat, hoe wij het uit de oven willen trekken. Niet te donker, nog enigszins wat eigen kleur. En die stoppen we dus in een latere stap, voegen we die toe bij de kip. Hij vult zich automatisch met water. De hoeveelheid water hebben we op 25 liter gebaseerd. En doordat we met bouillon werken, hebben we dus gekozen voor koud water. Dus afgemeten komt er exact 25 liter water in. Wat we niet moeten vergeten is natuurlijk een mooie vetstof wat al uit de kip is getrokken, uit de soepkippen. Die voegen we uiteraard toe aan het geheel. Dus een bommetje met smaak. Nou, we hebben de massa nu afgeschuimd en ontvet. Het enige wat we nu nog hoeven te doen is de mirepoix toevoegen. In de tiende stap van 13 stappen, drukgaartechniek, ready express, stap 5 maximaal, dat is de 0,5 bar. En hij zit nu in zijn voorwarmtraject ongeveer op de helft van zijn proces. Nog 1 minuut en dan is de FlexiChef klaar met zijn bouillon te garen. Dan hebben we 1,5 uur onder druk gegaard. Wat hij dan doet, is hij gaat de druk natuurlijk afbouwen door de temperatuursdaling. Dat zie je straks op het beeldscherm. Dan gaat de deksel automatisch open en dan laten we jullie de bouillon zien. Super. De bouillon. Ja, geweldige bouillon. In slechts 1,5 uur. Bizar snel natuurlijk. Ik ga er heel een klein gerechtje van maken om jullie toch nog een klein beetje te laten zien hoe zoiets eruit ziet. Doen we wat lekkere ingelegde prei bij in. Verse dun gesneden wortel. Boel chicken. Dat maken we namelijk van het restvlees wat overblijft uit de bouillon. Dat gooien we uiteraard niet weg. Dat plukken we weer en daar maken we een eindbereiding van. Klein beetje peper. Klein beetje Oosterse venkel. En tot slot een klein beetje sesamolie. Wat mij betreft een super gerecht en een fantastische techniek. Oké. Mooi. Nou, we hebben nu de kippenbouillon hebben we gedaan onder druk en nu gaan wij een andere techniek toepassen en dat is confiting. Dus we gaan nu over vleesbereidingen. Nick heeft wat voorbereid, dus Nick, misschien kun je het beste vertellen wat we nu gaan doen. Ja, zeker. We beginnen met de lamsnack en de lamsnack gaan we uiteindelijk een hamburgertje van maken. We gaan hem nou ontvliezen en daarna gaan we mooi in de olie onderzetten met specerijen, waaronder korianderzaad, peper, knoflook, gember. Limoenblad, laurier, dus eigenlijk heel veel verschillende specerijen. Lekker fris wel, maar toch een beetje oosters. Er zit een kleine oosterse tint in. Deze gaan we straks onder druk brengen in de olie voor ongeveer 2 uur. En dan zul je zien dat we hem perfect en mooi kunnen gaan plukken. De lamsnack, geconfijt. Supermooi product geworden. Wat wij er nu mee gaan doen, we gaan het verwerken en we gaan het eigenlijk poelen. Dus eigenlijk een soort van trekken. En dat gaan we straks bakken in de pan. Dus eigenlijk wat we doen. We halen de nekken uit de olie. En die gaan we eigenlijk losmaken. En dan krijg je eigenlijk een soort draadstructuur. En die gaan we straks in de pan doen. En dan gaan we in de pan verwarmen met lekkere ui. Met gember, met peper. Dat zal ik straks ook even gaan snijden. Dat laat ik jullie straks ook op beeld even goed zien. En die blussen we weer af met kokosmelk. En die structuur laten we daarna opbinden met een klein beetje boter en een klein beetje bloem.
En dat storten we dan. En dat geheel, daar maken we uiteindelijk hamburgers van. Dit is een bereidingstechniek die normaal gesproken een hele lange periode duurt. Dit hebben we in 1,5 uur gegaard. Dus onder die olie, 1,5 uur, heb je het volledige proces 3 keer sneller gegaard. Wat ook heel leuk is om te doen bijvoorbeeld, is een boefbourguignon. Een boefbourguignon kunnen we... Hoe lang was het? Ja, dat zit in 29 minuten hebben we een boefbourguignon, die traditioneel ook 3,5 uur duurt. Dus je kunt eigenlijk alles weer vertalen in een stukje snelheid en een stukje efficiëntie, waardoor je dus weer tijd hebt om het essentiële te doen waarvoor we zijn, om dit soort leuke gerechten te kunnen maken. Dus eigenlijk de klassieke stoofpot in een supersnelle tijd. Dat is lekker hoor. Nou, ik heb nou alles gepoeld. Dat heb ik hier mooi in zitten. Die ga ik straks aanzetten. Maar eerst ga ik beginnen met de ui. Ui even aanfruiten in de pan. Zou je even mij de peper en de gember even willen snijden? Ja, bak ik ze namelijk mee straks. Het product komt er uiteindelijk zo uit te zien. Dus we storten het, we vacuümeren het en daar steken we hamburgers van. Nou, zoals jullie zien, begint de ui al mooi te roken en lekker geur af te geven. Guido heeft mooi de gember en de peper klaar, die voeg ik nou ook toe. Goed hoog vuur, belangrijk. En hier uiteraard de inductie heel hoog. Dan gaan we boemboe toevoegen, boemboe rendang. Doe ik een klein beetje olie bij. Ja. Ruikt er goed? Uiteindelijk blussen we dit weer af met de kokosmelk. Het eindproduct is eigenlijk dit. Deze doen we met een steker, steken we uit. Daarna gaan we hem paneren en dan bakken we hem als een hamburger in de frituur. Dat ga ik jullie ook laten zien. Ik denk dat de burger bijna klaar is. Ik ga even kijken en dan haal ik hem uit de frituur en dan ga ik hem even afmonteren. En dan gaan we doen op een bouwbroodje. Het bouwbroodje heb ik net even gestoomd. Die zit hierin, dus die zet ik vast klaar. En ondertussen loop ik naar mijn frituur. Kijk. Mooi krokant en van binnen ga. Eigenlijk lege broodjes die wij even stomen. En die snijden we open en die gaan we uiteindelijk aftoppen. Lekker een beetje zuurigheid aan de onderkant. Wat zoetzuren. Uien, natuurlijk de burger. Lekker sausje erbij. Een beetje klapper, wat nootjes en kokos. En het dekseltje. Zo heb je eigenlijk na heel veel bereidingen een heel leuk gerechtje. Guido, wil je hem komen proeven? Oh, ja, daar ben ik altijd voor. Ja, dat weten we. Ik ben erg benieuwd. Nee, laat maar doen. Lekker. Drukgaren van groenten is natuurlijk uitermate geschikt. Waarom is dat nou? Neem nou deze spergieboon. Die spergieboon die heeft normaal gesproken 1 kwartier 20 minuten nodig om dat in water te garen, traditioneel. Stel dat we dit onder druk gaan garen, hebben we maar 1 minuut tijd nodig. 1 minuut tijd zorgt ervoor dat de kleurbehoud, vitamine en mineralenbehoud van de groenten 30% hoger is dan traditioneel. Dat is enorm veel. Dit is van essentieel belang, vooral voor de kwaliteit van de groente. Ja. Nou, kijk eens, Nick. Top. De groente onder druk gegaard. Spergieboon. Ja, mooi gaar. Dus wil je even controleren? Ja, is mooi van kleur. Dat is opvallend. Ja, vitamine en mineralenbehoud is gewoon op en top. Dus groente onder druk, 1 minuut bij 0,5 bar, ofwel 110 graden. Smaakvol, kwaliteitsproduct. En warm.
Vandaag gaan we afsluiten met fermenteren. Eigenlijk een techniek die al heel ouderwets is, net als het drukgaren. We gaan beginnen. Ik wil jullie eigenlijk laten zien een apparaat uit Taiwan die we hebben gezien in een beurs in Spanje. Daar hebben we eigenlijk gezien dat ze in een kleine pot kunnen fermenteren binnen 6 uur. Dat heeft mij natuurlijk direct aan het denken gezet en ik heb gedacht, ja, we hebben een grote flexiechef waar we in grotere charges kunnen gaan garen. Wat inhoudt, meer volume, snelheid, et cetera, et cetera. Toen kwam ik erachter dat we eigenlijk ook kunnen fermenteren, dus wat we hiermee hebben gedaan. Onder andere de bloemkool, die zal ik laten zien. In 8 uur. Maar in de flexiechef doen we dat in 1,5 tot 2 uur. Dus van een gewone, normale bloemkool naar een gefermenteerde bloemkool. Als volgt wil ik eigenlijk jullie een voorbeeld gaan geven met knoflook. En Guido gaat vertellen hoe we de instelling doen en wat ongeveer de techniek en met natuurlijke afbouw inhoudt. Ja, fermenteren is eigenlijk al ook een heel oude techniek die we beheersen. Het is het fermenteren van producten, maar fermenteren duurt normaal gesproken heel erg lang. En hoe hebben we dat kunnen versnellen? Door een drukgaartechniek toe te passen. Door een klassieke techniek te combineren met moderne apparatuur kunnen we dus heel snel een product tot stand brengen. Wat Nick ook zegt, we gaan knoflook fermenteren, dat doen we in honing. Dus wat we hebben, en Nick pakt hem er zo even bij, dat is een pot, een terracotta pot. Die vullen we met knoflook, die mengen we met honing. Dat gaat in die pot, gaat in de flexiechef, die wordt onder 0,5 bar druk gebracht. En die gaat in luttelijke 1,5 uur, heb je eigenlijk het resultaat wat je normaal gesproken met een OCO in 6 à 7 uur hebt. Dus Nick, laat eens even zien. We doen eigenlijk niet meer en niet minder dan deze bak. Die gebruiken we, die gaan we vullen met de knoflook. Ik had het even voorbereid, anders duurt het wat lang. Knoflook met honing en die gooien we hierbij in. En dan zorgen we dat de knoflook goed onder staat met honing. Dus ik ga deze nog even aanvullen. Het is van belang dat om en om alles dus wel volledig met honing bedekt is. Zodat het straks, die techniek is een stille techniek, dus alles blijft intact zoals het eigenlijk ook ingaat. We hebben niet even een moment dat we het kunnen doorroeren of wat dan ook. Dus we doen er nog even een klein beetje op. Dat hij eigenlijk net tegen de rand is van onderdompelen. Dus niet helemaal volledig onder, maar wel tot in ieder geval 3/4. Is dat nog belangrijk welke honing je hiervoor gebruikt, Nick? Nee. Het gaat meer om de zoetigheid die je meegeeft. En het gaat straks uiteindelijk om de verwerking wat je ermee gaat doen. En uiteindelijk gebruiken we de honing. De rest die we overhouden verwerken we weer in dressing, lakages, dat soort lekker. Gerecht. Lekker. Nou, dit is doen we de deksel erop. Ja, dus terracotta deksel. Zo. Deze neem ik mee naar de flexiechef en dan laat ik jullie zien hoe we dat gaan bereiken. Wat we hebben gedaan is eerst het water, 10 liter water aan de kook brengen. Dat hebben we op een bodemrooster, dus eigenlijk die terracotta potten bovenop een rooster. Dus eigenlijk zweven boven het vocht. Dat is van belang dat in ieder geval die pot niet de vloeistof raakt. Dus stel voor dat je dat met een hoge drukpannetje thuis zou doen, moet je zorgen dat er eigenlijk op die bodem een rekje ligt. Dus we zetten deze twee potten erin. Vervolgens sluiten we de deksel. 1,5 uur druk. Met 110 graden, 0,5 bar druk. En dan heb je een gefermenteerd product. Het resultaat zien we zo. Nou, het fermenteren is klaar. De deksel gaat automatisch open. En dan gaan we kijken naar het resultaat. In de tussentijd heb ik alvast wat structuren klaargezet. Die hadden we uiteraard ook al voorbereid. Maar we willen het even laten zien vanuit de flexiechef. En straks nog even vanuit hier. En wat kun je er eigenlijk mee? Kijk, Nick. Hier heb je hem. De deksel er even afhalen. Kijk wat er gebeurt. Gefermenteerde knoflook. Je ziet er eigenlijk volledig ondergedompeld. En hij is eigenlijk tegen het zwarte aan geworden. En ja, dat is gigantisch. Is die gelukt, Nick? Is dat genoeg? Ja, je zou kunnen kiezen om hem nog wat verder te laten garen. Dus het is echt de intensiteit die je wil bereiken. En de uiteindelijke breiding die je ermee gaat doen. Daarom is het wel mooi om deze even te zien. Deze hebben we bewust wat verder gegaard. En deze verwerken we dus weer of in een soep of in een dessert zelfs. Dat we iets met ijsgerechten doen. Ja. Wil je die ook even doen? Maar je ziet eigenlijk dat de knoflook die blijft echt mooi intact. Het blijft ook gewoon zacht. Je kunt het snijden, maar je kunt het ook uitdrukken tot een crème. Super glad.
En uiteraard de honing, die gebruiken we ook weer. Daar maken we weer dressingen van. En ja, je kunt ermee doen wat je wil eigenlijk. Dat geldt voor de bloemkool net zo. Het is geweldig om het overgebleven vocht wat er overblijft, om dat op te koken tot een soort stroop. Dus echt heel dik te maken met een klein beetje suiker. En dan gebruiken wij weer als een lak. Maar je ziet ook aan de structuur van een bloemkool. Die blijft eigenlijk helemaal intact. Maar je kunt hem, als je hem wegdrukt, net een zalf. Kun je hem echt weer als een basis gebruiken in een puree of in een groentegerecht of in een soep. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de smaak. Ga je gang. Zo, poeh, één bomsmaak. Echt top. Je hebt nu een aantal bereidingstechnieken gezien, ofwel drukgaartechnieken. En ze zijn stuk voor stuk, alle drukgaartechnieken zijn een stukje duurzamer. Dat wil zeggen minder waterverbruik, minder energieverbruik en een stuk sneller. Welke kok wil dat nou niet? En Guido, eigenlijk is het leuke dat een hele oude techniek in een nieuw jasje is gestoken. En misschien is dit wel de keuken van de toekomst. Dit was onze Skills Masterclass. Ik hoop dat je voldoende inspiratie hebt om de drukgaartechnieken verder door te ontwikkelen. Ja, je ziet dat je in no time hele mooie gerechten op tafel kunt toveren. Ga er lekker mee aan de slag en laat jezelf inspireren door deze mooie techniek. Bedankt voor het kijken en wellicht tot snel. Oh.